Hoe win je topsport? Nou ja, wij waren op dat moment allemaal heel jong en heel fanatiek om beter te worden. Dus wij hebben toen heel veel van die workshops en zo gedaan. En we hebben zoveel mogelijk gespeeld. En we hebben ook wel iedereen zijn kritieken die we kregen, hebben heel serieus meegenomen en zo. En dat hebben ze ook wel gezien. Dus de popsport gaat erom welke band, niet wie de beste band is uiteindelijk, maar de band die het meeste groeit. Tenminste, dat was toen altijd zo. Ik denk dat het nu nog steeds zo is. Ja, het is prima insteek als het nog steeds zo is. Want ja. Niet iedere band zal even hard groeien, maar het feit dat je groei doormaakt is positief. Ja. En kritiek, ja, niet iedere band kan tegen kritiek. Dat nee, is wel dat duidelijk. Is maar dat is wel, ja, wij vonden dat toen heel fijn om die kritieken te krijgen, omdat dat we dan beter konden worden. En ja, het is kritiek is altijd maar hoe je het zelf oppakt. Hè. Je kan er of iets uithalen of je kan je ervoor proberen af te schermen. Dan krijg je kritieken, dat neem ik aan dat kan allemaal mensen uit de muziekindustrie zijn die met popslog meelopen en je bandje bekijken. Ja, klopt. We hebben ook vaak in Reuvel gezeten bij Sander Romans. We hebben toen daar zo wat tijd doorgebracht. Op de Rockstation was dat. Ja, de Rockstation, ja. Ja, toffe plek. Toen we daar de eerste keer kwamen, hadden we echt iets van wow. Ja, dat was toen ook net nieuw. Ja. Dat zal ook rond die tijd zijn opgestart, denk ik. Ja, ik denk dat we net een jaar of drie jaar bezig waren. En dan word je echt geholpen met bandcoaching, dus echt gewoon met muzikanten individueel, band zijnde, tekst schrijven, muziek schrijven? Ja, je mag eigenlijk zelf kiezen. Dus wij hadden bijvoorbeeld podiumperformance, vonden we belangrijk. En hoe we eruit zagen. Op het podium. Ja. Dus echt de presentatie en de songwriting hebben we denk ik één coaching in gehad. Van Julie. Toen dat weet ik nog op een hete zomerdag op een zolder in Malberg. Dat weet ik nog. Daar hebben we dus wel songwriting gedaan, maar we hebben vooral de performance gedaan. En een styling workshop hebben we gehad van Ingeborg Steenmans. Zij is echt heel tof. Ja, ja. Getalenteerde kledingmaakster, hoe moet je dat zeggen? Ja, en die maakt voor de grote in de metalwereld maakt zij de kleding. Ja, precies. Ook dus goede keuze inderdaad. Ja, dat was top. Dat hebben we dus via Sander Kommans hebben we workshop van haar kunnen krijgen. Maar wel een bijzondere keuze dat jullie als band dan dat noemen. Want als ik naar bands om me heen kijk, dan is het allemaal, ja, ik wil beter leren tekst schrijven of toch iets beter de muziek leren maken. Ja. Maar heel weinig denken maar na over hoe zie ik eruit. Ja, dat is iets waar ik als fotograaf me echt aan stoor. Als ik dan naar het podium kijk en gewoon denk, het ziet er gewoon niet uit. Ik snap dat de band goed klopt en de muziekje klopt wel, maar het ziet er niet uit. En dan vind ik dat zo jammer dat je daar geen tijd aan besteedt. Terwijl jullie daar eigenlijk meteen de keuze van maken van precies. Dat vinden we wel een onderdeel van de totale act, wat het ook wel is. Ja, nou, wij hadden zo individueel hadden we wel drie mensen of zo in de band die al veel songwriting deden. Dus wij konden wel een stukje op weg met die songwriting. Als je nu op de dag luistert, dan hoor je natuurlijk andere dingen. Maar voor toen de tijd zat dat voor ons gevoel wel snor. Ja. Dus toen zijn we ook de performance meer gaan. En dan helpt Sander je en dan helpen wat andere mensen je. Ferry is overal. Ja, die is echt overal. daar kom je ook niet onderuit, dat is terecht niet. Dat is door een toffe gast en die snapt hoe het werkt. Ja, precies. En dan mag je naar, denk dat het Amsterdam dan is? Ja. Waar, Melkweg? Ja, Melkweg.